Waarom wij Link2 Innovate destijds geselecteerd hebben, positief advies hebben gegeven aan ons comité van toezicht en zij uiteindelijk besloten hebben om Link2 Innovate subsidie te geven, is omdat het idee eigenlijk geweldig was. Jonge ondernemers, starters, in contact te brengen met grote bedrijven, over de grens ook nog eens, zodat die grote bedrijven die jonge ondernemers konden coachen in het realiseren van hun innovatie en direct ook als toekomstige klant of partner feedback konden geven aan dat jonge bedrijf om die innovatie, dat product, juist zo te realiseren dat het goed zou werken in de markt. Hoewel we ook wel wat twijfels hadden, wat risico's zagen, want het is niet makkelijk om die starters te bereiken, zijn we eigenlijk nu op het eind van het project tot de conclusie gekomen dat het een geweldig succes is. Voor een heel beperkte, bescheiden bijdrage eigenlijk aan geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, vanuit Interreg, hebben die bedrijven innovaties gerealiseerd die echt indrukwekkend zijn. En ik heb al een heleboel verhalen gehoord van die ondernemers waaruit blijkt dat ze met die innovaties al direct die markt opgaan, dat ze al heel goede contacten hebben, dat ze echt binnen nu en een paar jaar daar winst mee kunnen maken en dus nieuwe werkgelegenheid kunnen creëren, mensen kunnen aannemen. En dat is goed voor zowel de Vlaamse als de Zuid-Nederlandse economie. En het feit dat die ondernemers binnen Link2 Innovate daardoor ook direct in een grensoverschrijdende markt terecht zijn gekomen, hun netwerk grensoverschrijdend hebben weten uit te breiden. En dat is natuurlijk extra mooi vanuit die Europese gedachte die Interreg wil ondersteunen. We hadden wel wat twijfels bij het project. Wij vonden het een geweldig idee, maar een beetje angst van lukt het die incubatoren om jonge ondernemers te bereiken met een op zich bescheiden financiële incentive, met een bescheiden subsidie. Lukt het om die grote bedrijven enthousiast te krijgen die uiteindelijk puur als coach optreden? Lukt het om die ondernemers in die te helpen met die administratieve vereisten die er komen kijken bij het uitvoeren van een Europees project? En dat is het mooie aan Link2 Innovate. Ze hebben dat echt voor elkaar gekregen. Ze hebben die ondernemers weten te bereiken. Ze hebben vanuit de incubatoren de inzet gedaan om te zorgen dat die ondernemers het qua procedures en administratieve vereisten niet te zwaar hadden. Ze hebben veel werk uit handen genomen, denk ik, van de ondernemers. En dat is toch wat je denk ik moet doen als overheid. Ik ben vooral trots op wat we hier vandaag hebben gezien en wat we met het project hebben gerealiseerd. Er is een andere cultuur, ze hebben een andere aanpak. En we zijn er toch maar in geslaagd om die samenwerkingen mooi te realiseren. En netwerken en elkaars netwerken leren kennen om verder samen te werken. Dat was echt wel de key van het project Link2 Innovate. Link2 Innovate 2.0, wij zijn er klaar voor.